venkel is een heel mooi product en kun je gerust een paar dagen buiten de koelkast bewaren. Maar je zult zien dat na een paar dagen komen er kleine bruine vlekjes op en de smaak wordt echt wel minder. Dus mijn advies is om het gewoon in de koelkast te doen, in de groentela. En dan is die zeker een week houdbaar. Wil je het invriezen, dan kan het ook, maar dan moet je het eerst even blancheren. Dus 3 minuutjes koken en na die 3 minuutjes eventjes af laten koelen door koud water. En dan in een vrieszakje in de vriezer. Dan is die tot 8 maanden lang houdbaar. Venkel, echt heerlijk.